Afgelopen zaterdag heeft Mark Tuitert een onverwacht debuut gemaakt als presentator bij NOS Studio Sport. Deze opmerkelijke verschuiving vond plaats vanuit Inzell, Duitsland, waar het WK Allround werd gehouden. De oorspronkelijke presentator, Henry Schut, moest halsoverkop terug naar huis vanwege het overlijden van zijn vader. De uitzending begon met een ongebruikelijke noot toen Tuitert het podium betrad en het publiek informeerde over de onvoorziene veranderingen. Met bedachtzame woorden deelde hij mee: helaas verloopt de avond iets anders dan normaal. Ik sta hier in plaats van Henry Schut, die plotseling naar huis is gegaan vanwege het overlijden van zijn vader, Jan Schut, overigens een fervent schaatsliefhebber. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en we wensen hen veel sterkte. We zullen ons best doen om het programma zo goed mogelijk voor te zetten. De voormalige Olympisch kampioen werd in Insel bijgestaan... door niemand minder dan schaatsanalisten Irene Wüst en Erbe Wennemars... wat zorgde voor een deskundig en gevarieerd perspectief tijdens de uitzending. Samen werkten ze naadloos samen om de kijkers te voorzien van boeiend commentaar en analyse... Waardoor het gemis van de gebruikelijke presentator enigszins werd verzacht. Het feit dat Tuitert, te midden van het lopende kampioenschap, bereid was om in te springen als presentator, getuigt van zijn flexibiliteit en toewijding aan het vak. Het onverwachte optreden van deze ervaren schaatsanalist voegde een extra laag van interesse toe aan de uitzending. Terwijl de sportgemeenschap samenkwam om hun steun en medeleven te betuigen aan Henry Schut en zijn familie in deze moeilijke tijd.